Wij hebben eindelijk onze hond de skill geleerd waarmee wij verder kunnen in de grote tempel. Dus laten we dat uitvoeren. We gaan terug naar de grote tempel. Hier waren we al doorheen gekomen. Hier waren we al doorheen gekomen. En hier hebben wij onze hond nodig. Moet ik zeggen, hond, springen. En dan grijp die tong. Dan ga ik naar de andere kant. Licht aanmaken. Om hier hetzelfde te doen. Kijk, allebei gegrepen. Dan kunnen we verder. Kom, Drayton. Spring terug. Yes, en meekomen. Hey, ik heb geen licht, ik heb geen licht. Paniek. Lichte paniek heb ik. De hond naar de overkant moet. Ik kan hier niet naar de overkant. Moet hij daar gaan staan? Ja, dat dacht ik al. Specific spot, lijkt me goed. Dan moet de sleutel in die we niet hebben. Oké. Nou, hier staat weer wat geschreven. Kamazots trembles before the howling of the bells. Oké. Staan weer plaatjes op waar we wat mee moeten. Those who embrace Kamazot reach beyond the abyss. En wat moeten we dan doen, hè? Vraagteken, vraagteken. Nee, hier. Daar heb ik geen sleutel voor. Nou, dit betekent allemaal iets met vleermuizen, denk ik. Staan. Kan ik die hond dan daar naartoe sturen? Nee, dat is te ver blijkbaar. Dan zijn we hier toch met een puzzel bezig. In deze kamer staat iets geschreven. Dit is een lift. Denk ik. Die moet los. Dit is... Ja, toch iets van morsecode of zo lijkt het. Meekomen, Drayton. Ga hier maar een beetje roepen. Daar zit een bel. Oeh.
kan ik allemaal niet heen. Dit loopt dood. Ah, nee. Paniek. Die hond moet mee. Hier weer een bel, maar die is er niet. Oh, die is er toch. Zo blijf je aan het zoeken, hè. Bellen zoeken en roepen wanneer het kan. Bel, ik zoek een bel. Is er niet? Nee. Wat een puzzel. Nee, weer te ver. Weer te ver. Nee, dit gaat goed. Ik moet bellen. Lopen. We komen die beesten. Hé, ik druk op blaffen. Ja, ik wou net zeggen. Oh, word ik toch nog teruggespand. Nee. Ik zie daar niks, hoor. Wat is de route? Dit loopt allemaal dood, joh. Ik heb een bel nodig. Ik zie niks hier. Hier kom ik vandaan. Ik meekomen. Komen die beesten schreeuwen. Meekomen, Drayton. Dan doen we het gewoon zo. Blaffen en meekomen. Ik probeer te rennen, maar dat moet ik dus gewoon helemaal niet doen. Het loopt allemaal dood. Komen. Die blijven zitten, hoor. Het loopt ook dood. Dat is een schatkist. Hé.
Dat allemaal voor een schatkist. Ik vind een skeletje. This suit my carotid. Half when I hear new. Een Aztec key. It'll open doors. Zoals deze. Kijk. Ah. Hier is een achtje met een ding erop. Dan moeten we even kijken hier bij het systeem. Welk plaatje dat is. Dat is deze. Het is interessant. Het is dit plaatje. En dan hebben we een schema van 4x4. En in dat schema van 4x4 hebben we het plaatje staan. En dan staan er dingetjes bij. En dan moeten wij dit gaan ontcijferen nu daar links. Hoe weten we nu wat wat is? Hebben we daar nog informatie over? Niet per se. Ik denk misschien dat de streep betekent dat er geen dingen in die rij aan moeten zijn. In de laatste rij zouden er dan 3 aan moeten zijn. Dat zijn deze 3. Dan is het bij 2, 2. Die en die zouden aan moeten zijn. Hier 2, die en die. Hier geen. Die dan. Kijk, dat is het. Het is een Sudoku-achtig iets. Zo hebben we de eerste puzzel hier opgelost binnen de tempel. Dan gaan we verder op zoek naar de tweede puzzel. Dat doen we dan. Kijken waar we nog naartoe kunnen lopen. Kijk, hier zijn allemaal looproutes. We kunnen die hond laten blaffen en dan met mij mee laten lopen. Vraagteken, streep, streep. Is dit de puzzel? Daar moet de sleutel in. Je hond kan daar niet overheen. Je hond kan hier wel overheen. Daar is ook het plakkaat. Daar is ook een plek waar een sleutel in moet.
Ja, hier worden we niet heel veel wijzer van. Vraagteken, niks. Vraagteken. Wat dan als we die twee aanzetten? Dat doet ook niks. Waar is die hond nou gebleven? Ik heb geen map. Hier is die hond. Kom bij de hond, meekomen. Maar even een andere route proberen. Daar kan ik niet in. Hier vandaan. Die heb ik net gehad. Er is ook nog een benedenroute hier. Kom maar, Drayton. Hier is een gat, daar kun jij in. Oh, je moet een key in, maar die heb ik niet. Hier kan ik wel in. Daar heb ik toch mijn hond voor nodig. Kom, Drayton, kom. Volg. Wat doet die knop? Niks. Waarom bestaat deze knop? Om hier rechts naar binnen te gaan, heb ik dus meer nodig. Dit is gewoon de ingang. Kijk, hier ben ik geweest, deze heb ik opgelost. Hier heb ik die schat gevonden. Dus dit parcours hier is klaar. Ik zoek ander parcours. Ander parcours. Zoals bijvoorbeeld dit. Maar er staat op het ding vraagteken. Tegelijk. Er leek wat te gebeuren. Andere aanzetten. Doet dat dan iets?
vraagteken, vraagteken. En die bel doet niks. Worden hier niet wijzer van. Waarom niet? Vraagteken, vraagteken. Ook op dat bord worden we er niet wijzer van. Het wordt hier angstvallig donker, dat lijkt me gebeurd. Oh nee, ik heb natuurlijk mijn lamp niet in mijn hand, dat is het. Skillpoint plus 1. Nou, daar hebben we nou niet zoveel aan, Drayton. Want wat doen die vleermuisknoppen? Dat weten we ook niet, hè? Ik kan daar ook gaan staan, wat die knoppen nou doen. Hier moet een sleutel in. Die heb ik niet. Hier moet ik iets oplossen. Ik weet niet wat. Waar is mijn hond nou gebleven? Hallo? Kom mijn hond meekomen. Daar is een puzzelkamer. Als jij hier even gaat blaffen, dan kan ik even rustig nadenken. Vraagteken niks, vraagteken niks, niks. Kijk. Vinden we weer een sleutel. Sick dick. The suit McCarradine. Kom jij maar weer mee. Want met een sleutel kunnen we weer een deur openen. En dan moeten we daar het plaatje weer even bij zoeken. Dit is de... Een zesje met een nul eronder. Laten we het zo noemen. Hé, een zesje met een nul eronder. Die zie ik niet. Oh, deze. Ja, deze is het. Die we nu moeten maken. Dus, dan zien we... Even de tekening namaken. Dus als we weer het vak van 4x4 hebben. Ik teken alles na. Teken alles na. Altijd op mijn blad. Welke moeten er dan aanstaan? Die niet. Die niet. Die moet aanstaan. Die moet aanstaan. Die moet aanstaan. Die moet aanstaan. In die rij niks. Die niet. Die niet. Die moet dan erbij. Die niet. Die niet. Dan denk ik dat dit het antwoord is zoals ik het nu heb getekend. Dus ik heb het op mijn blaadje getekend. Gaan we nu controleren of het klopt.
die. Ja, lekker. Twee van de vier geopend. Komen Drayton meekomen. Dan gaan we toch daar naar beneden op zoek. Kijk, want hier konden we al wel iets doen. Er moet toch een manier zijn. Wat doet die knop, hè? Dat is een vraag. Wat doet die knop? Hier moet een sleutel al in. Dus dan moeten we inderdaad eerst een sleutel vinden voordat we daar naartoe gaan. Wat nou als we Drayton hier opzetten? En dan zeggen, ga jij lekker mouwen? Dan maak je ze bang. Daar krijgen we geen sleutel van, lijkt het. Gebeurt er iets als we Embrace the Darkness doen op zo'n tablet? Zullen we dat eens testen? Ja! Dat is inderdaad wat er gebeurt. Embrace the Darkness op zo'n tablet. Lekker hoor. Kijk, dan vinden we de volgende key. The Hovage G. En dan zeggen we nu... With Glowers. Alles uit. We gaan weer op de tablet staan. Want dan worden we geteleport. Oh, ik ben echt slim, jongen, dat we dit weer bedenken. Kijk, en dan kunnen we nu... die hond de andere kant op sturen. Die komt daar dan uit. Dan moeten we eerst even kijken wat voor logootje hier dan staat. Sleutel erin. Wat voor logo staat hier? Het is een H met een flap eraan. Ja, een H met een flap eraan. Nu gaan we eerst even de oplossing opzoeken. De hond moet weer mee. Kijk, een H met een flap eraan. Dan gaan we daar weer even de oplossing van tekenen op mijn blaadje. Altijd pen en papier bij de hand houden. Even kijken. In deze rij is niks. Krassen we weg. In deze rij is niks. Dat krassen we weg. In die rij 3. Dus dat is die, die en die. Die en die. Die blijft. Die. Kijk, antwoord hebben we genoteerd. Dan gaan we hem nu invullen. Waar is mijn hond? Hond, kom. Waar ben je? Oh, hier. Kom, hond. We moeten de puzzel gaan oplossen. Jij gaat het gat in. Jij gaat trekken aan de touw. En ik ga hier een oplossing invullen. Namelijk linksboven, linksonder, die ernaast, deze twee en deze. Drie van de vier geopend. Kijk, en die Embrace the Darkness truc kunnen we dan ook daarboven gaan uithalen. Dat hebben we net uitgevonden. Kom, hond.
Dat was hierboven, rechts. Ja. Bellen, bellen, bellen. Hier doen we Embrace the Darkness. Dan worden we naar de overkant gezet, waarschijnlijk. Kijk, heel goed. En daar is ook al meteen de kist. Lekker hoor. Kijk, als je er eenmaal uit bent, dan komen we er wel. Del Dosenor? Oh, Squillet? It'll unlock doors. Laten we ons hier weer teleporten. Laten we ons hier teleporten. Wat een ontdekking, hè, van mij. Hier moet de sleutel in. Dat is wel vervelend, want dan heb ik niet gekeken wat de oplossing is. Dus dat moeten we nog even doen. Bij de S moeten we gaan kijken. Even helemaal terug. Bij de S. Knopje. Oh, shortcut. Lekker. De S, dat is deze. Even weer een tekening maken. Tekeningen zijn B bij dit soort games. Hup, hup, hup. Maak een 4x4 vakje. Dan zien we weer in deze rij. Eén rij met niks. Maar dit zijn er twee. Dat moeten die twee zijn. Dat is er één. Dus dit en dit is niks. Dit moeten er twee zijn. Dus dat moet dit zijn. Dat is er één. Dus dan moet dit de oplossing zijn. Die ik nu heb getekend. Die jullie niet kunnen zien. Terug naar binnen. Die. En zo openen wij de centrale lift. En die gaan wij dan betreden in de volgende video. Wij gaan met de lift naar beneden. Nadat we zojuist de puzzels hebben opgelost. Wat gaan we hier beneden dan vinden? Oh, dit ziet er groot uit. Dit is een schatkist. Guy, voor de kamer. Het is Lamoina's key. But tell it where it has. We hebben alle stukken. Ironin, wil dan ook. We hoeven alleen de tempel nog maar te vinden. De tempel is dicht. Deze tempel. Ja, dan gaan we hier dit toch nog even aan die vorige video vastplakken. En dan in de volgende video verder op zoek naar de tempel. Maar daarvoor zullen we eerst nog naar Remy's Lot moeten. En daarvoor hebben we parels nodig. We gaan erachter komen in de volgende video. Joejoe.